Club Night van Women in Paradise in Paradiso hier in de kelder. Wat gezellig dat jullie hier allemaal zijn. Mijn naam is Anushen Zume en ik praat vanavond alles aan elkaar samen met Marinka Nicolai. Women in Paradise, je bent 6 jaar geleden begonnen in Paradiso. In een grote zaal. Nou, 5 jaar geleden in Paradiso. Ja. In de hele Paradiso. Niet alleen in de grote zaal, maar ook in de kelder. In de bovenzaal en een tussenverdieping en toiletten en al die bijkeukens enzovoort. Maar was je 6 jaar geleden ergens anders, toch? Ja, 6 jaar geleden had ik jou toen gevraagd. Ja. Kon je niet. Maar goed, het was in de kelder ook. Wijnkelder. En het was van... Maar van de wijnkelder naar Paradiso, grote zaal. Maar even voor de mensen, wat is, hoe omschrijf je nou Women in Paradise, het festival? Nou, het ontstond ter gelegenheid van 8 maart, de Internationale Vrouwendag. Ik kom zelf uit Rusland, wel lang geleden, maar toch, mijn roots liggen daar in Moskou. En 8 maart, daar was een enorm feest, altijd. En toen dacht ik van, dat mis ik hier. Dan wil ik ook hier mijn cultuur hier brengen. Waarom heb jij deze vrouw uitgenodigd vandaag? Nou, deze vrouw... Heb ik leren kennen toen ik net naar Nederland kwam en naar de kleinkast kwam. De eerste aardige gezicht, behalve jou natuurlijk wel, was het gezicht van het meisje die in kapotte panties liep. Wat ik heel erg raar vond. Ik vond het heel erg dat ze die kapotte panties niet dichtnaaide. Dat ze dat niet kon. Zij keek heel aardig en ik keek aardig naar haar terug. En sindsdien zijn wij ontzettend goed bevriend. Ik ben getuige van haar leven, van haar carrière en ik heb ontzettend veel respect voor haar, hoe zij dat doet. En ik vind, als je over rolmodellen kan praten überhaupt, dat is zeker een rolmodel voor doorzetten, voor je dromen nakomen, voor eigenlijk hoe je moet in het leven staan. Ik wil heel graag een groot applaus voor Ellen ten Damme. Dankjewel, Marinka. Mooi gesproken eigenlijk. Ik moet nog zoveel leren te verdragen. Zoals bijvoorbeeld dat jij ergens bent. En ik met zonder vrienden ongekend. Ik moet nog zoveel leren te begrijpen, zoals bijvoorbeeld dat jij van me houdt. Als jij niet belt of komt en mij beschouwt, als iets dat jij ook morgen nog kunt grijpen. Ik moet nog zoveel leren accepteren, zoals dat jij je eigen leven hebt, zoals dat jij je eigen leven hebt. Je hebt gelijk, ik moet nog zoveel leren. Stout. De grap is oud en iedereen komt
Dank je. Ik ben helemaal even uitvallen. Het kippenvel. Ja. Vertel over het lied. Dit lied? Ja, het is een samenwerking met Ilja Lena Pfeiffer geworden. Ik heb de muziek gemaakt en hij de tekst. En dat is van mijn nieuwste cd, Durf Jij? Ik ben dit jaar een andere weg ingeslagen. Nederlandstalig. Voor dat heb ik tot nu toe nooit gedaan. Nee. Want hoe is die samenwerking ontstaan? Hij zocht een componist voor een tekst van hem. Voor het liedje Durf Jij? En dat heb ik hier in Paradiso voor het eerst opgevoerd. Bij de avond van het liefdeslied. En ik was eigenlijk niet van plan om Nederlands te zingen. Want ik dacht, dat doe ik dan later wel als ik 60 ben of zo. Met een mooi liedjesprogramma wat ergens over gaat in het theater staan. Maar dat is eigenlijk zo goed bevallen, die ene ervaring. Dat ik dacht, nou, stuur nog eens wat op. Of hebben we één keer gepraat over waar het over moest gaan. En toen kwam hij met een aantal teksten en daar heb ik muziek bij gemaakt. En inmiddels is er een theatertour geweest, een clubtour, een cd enzovoort. En nu komt de dvd. Nou, bla bla bla. En je zingt ook in circusprogramma. En ik zing dit nummer ook, of een aantal nummers ook in een Cirque Stiletto, wat ik op dit moment aan het doen ben. Ik ben helemaal onthand om in mijn eentje te zijn, want ik heb nu een groep van 60 mensen om mij heen. En ik hang in het nok van Als je dit nummer zingt ook? Nee. Of in prachtige kostuums met een vleugel die ingepakt is, een enorme hoed en zo. Toeters en bellen, en dansers, het is eigenlijk een soort Madonna show, maar dan nog meer, met acrobaten uit de hele wereld. In de lucht vliegen. En dus ik wil even terug naar het Nederlands. Want waarom heb je daar zo lang eigenlijk heeft het geduurd voordat je Nederlands wilde zingen? Omdat ik uit de pop- en rockhoek kom en daar is het toch wel gangbaar om Engelstalig te zingen. En ik begrijp ook wel waarom. Omdat het nou lekker smeuig klinkt en maakt niet zoveel uit. Soms in popmuziek waar het over gaat. Ik vind van wel, maar je kan ook met 1, 2, 3 en als het maar lekker klinkt, kan. Ja, dat kan. Ja. Maar was het ook een soort moment dat het minder bevredigend was? Of was dit gewoon extra erbij? Nee, het is gewoon. Ik had zelf zo'n idee van, maar nu nog jong en fit ben, wil ik gewoon rock'n'rollen op een podium. En dat hoort Engelstalig bij. En wat gebeurde nog 2 jaar geleden toen je dit nummer? Want had je het verwacht? Je zou het zingen op die liedavond. Had je ook zoiets van, oh, dit gaat het worden, was het een beetje van, lachen, nee. Zien we wel. Geen idee. Maar wat dingen ontstaan natuurlijk. Ja. Ik heb dat niet bedacht of zo. Het is gewoon wel ontstaan. Ik ontmoet hem na een radioprogramma op een terrasje. Je drinkt wat bier en eet wat bitterballen en dan opeens ken je elkaar en bel je op. Is er een samenwerking ontstaan? Maar het zou niet snel gebeuren met iemand anders. Nee, want het is een bijzondere persoon in die zin. Ja, want ik doe het liefst eigenlijk alleen componeren ook, of schrijven ook. Dat ben ik ook gewend en dat vind ik gewoon prettig. Omdat het gewoon dan wordt wat jij wil. En er zijn weinig dingen waarmee ik mij dan thuis voel. Trouwens, wat ik vind, dat hij een beetje een mannelijke uitvoering van jou is. Hij is ook zo, ja. Ilja is heel groot, zulk lang haar, een baard. Oké, is een grote, dikke, echt een man. Behaarde uitvoering van jou, zeg maar. Zo zijn we eigenlijk ook dat hij een man was. Ja. Maar is het, ik vind het een heel klein woord, maar is het een beetje, voor Lenk over Bedderwoord, een beetje een soulmate? Ja, zeker. Ja, ik zou niet kunnen samenwerken met iemand die je niet begrijpt of zo. Je wordt snel bij iemand zo van, oh, die snap ik. Zo gaat dat.